Ja. Hey Kees, alles goed? Gezellig jongen, kom binnen. Hey, ja. Ik vind het leuk jou te zien. Ja, ik jou ook. De beste voetbaltwitteraar van Nederland, hè? Hey, dit ben je maar even nu, hè? 2017. Ik baal ervan. Ja, jij was? Hoeveelste? Vierde. Ja, dat is niet best. Ik kom eraan volgend jaar. Kom op. Ik wilde voorgaan, maar dat is wel een beetje onbeleefd hier. Kijk even. Ah, dit is een wereldzender. Die hebben we al verstaan. Omroep alles West, in Volendam, hè? Ongelooflijk, ja, hè? Hij staat elke keer daar aan. Jullie hebben goed voetbal, een lekker visje en Omroep West. Muzikanten en Omroep West. Ja, maar, meer heb je niet nodig. Ja, maar ben je fan van Jan Smit dan? Zo nu. Het is niet dat ik het opzet in de auto, maar ik vind wel dat Jan leuk. Als je in een vrolijke mood bent, dan heeft hij leuke nummers. Jan is gezellig in de kroeg, hè? Als de morgen is gekomen. Jan die gooit er een paar sambucaatjes in en dan. Twee flessen. En dan, ja? Ja, dat kan hij onbeperkt drinken, is ongekend. Hey, goed, man. Hey, maar zullen we gewoon even lekker over voetbal gaan praten? Ja, goed idee. Hey Kees, jij bent na je voetbalcarrière, ben jij volgens mij de auto ingestapt. Je bent naar heel veel summen in Amsterdam gereden. Je bent zo de studio ingelopen. Ik zeg, en je bent analist geworden. Heb je nog een jobje voor me? Ja. Maar hoe bevalt het leven als voetbalanalist? Ja, ik vind het leuk. Het is eigenlijk natuurlijk een beetje op het eind van mijn carrière al een beetje begonnen. En dat maakte het soms ook lastig, omdat je dan zelf nog speelt. Maar ja, nu ben ik gestopt en kan ik me daar volledig op richten. En het bevalt me heerlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Want wat vind je zo mooi eraan? Nou, omdat je... Ik heb het altijd al een beetje gedaan. Ik heb ook altijd al gezegd dat ik beter kon lullen dan voetballen. Ja, dus dat klopt. Helaas, ik had het ook liever andersom gehad. Maar en als je daar dan je werk van kan maken, ja, dan is dat natuurlijk heel fijn. En het vergt ook wel iets, want je moet veel kijken, je moet veel bijhouden. Ja. En zeker tegenwoordig, hè, social media, als je een keertje een foutje maakt of wat verkeerd zegt. Je wordt afgemaakt op Twitter. Ja. En dan sta ik vooraan. Ja, en terecht. Het houdt je ook scherp. En ik ben zelf ook altijd wel iemand die alles goed in de gaten houdt. Dus het vergt ook wel iets. Ja. Het is wel gewoon werk, maar goed, wel hartstikke leuk natuurlijk. Lekker man over voetbal praten is het mooiste wat er is. Het mooiste wat er is, dat kan je een hele dag doen. Ja. Dus, en volgens mij ben je een half jaar geleden gestopt met voetbal? Ja, een maandje of 3-4 jaar nu inderdaad. Ja. En mis je het voetballeven? Nee, eerlijk gezegd niet. Je was wel een beetje klaar mee? Ja, dan had ik vrijdag bijvoorbeeld getennist. En zaterdag had ik even met die jongens nog een beetje meegetraind. Ja. En toen dacht ik eigenlijk zaterdagmiddag, jezus, als ik me toch zo had gevoeld, had ik nog wel gekend. En dan stap ik zondagochtend mijn bed uit en dan denk ik, gaat het niet meer worden. Stijf in mijn rug en alles. En dan denk ik, het is goed zo. En het is gewoon tijd voor een nieuwe generatie. Ik loop nog mee bij de club elke dag. Waar ik toch bezig ben op het veld ook. En ik vind het nu gewoon leuk om met jonge jongens bezig te zijn. Dus het is weer een andere rol. Nou, je bent natuurlijk ook bezig met een jonge Haagse jongen, Kevin Visser. Hoe doet hij het? Ja, Kevin doet het goed. Ja, die doet het heel goed. Hij heeft vorig jaar een blessure gehad aan het eind. Maar echt fan ook van Den Haag nog. Hij is een hele belangrijke speler voor ons. En wordt volgend jaar kan hij wel eens captain worden van Volendam. Ja, goed om te horen. Jij hebt nog wel meer links met Den Haag, weet je dat? Nee. Heb je dat zelf door? Want jij hebt vroeger een dynamisch middenveldduo gevormd met onze assistent-trainer Edwin de Graaf bij NAC. En Donny Gorter. En Donny Gorter ook nog eens. Ja, zeker. En Jeffrey van Assen natuurlijk ook. Het leuke is wel, wat ik nu bij Den Haag terugzie, is dat onze tijd bij NAC was ook een beetje zo. Wij hadden, en Jeffrey van Assen is daar natuurlijk... Die is nou technisch directeur bij ADO. En die zat toen ook bij NAC. En je ziet echt wel een beetje vergelijkbare teams. Je hebt jongens die echt clubliefde hebben, zoals Beugelsdijk, Immers, Winkels. Ja. Wij hadden toen Penders en Ter Auwelaar en Lulling. En je hebt wat jonge jongens ertussen. Nou, ik was toen een van die jonge jongens. Ja. Maar je hebt ook jongens die dan misschien bij een topclub het net niet hebben gered. Of die pikken ze dan op uit het buitenland, zoals Son Johnson. Maar echt een hecht team met goede, wat oudere Nederlandse jongens. Ja, dat hadden wij toen bij NAC ook. Jij denkt dat het echt de hand van Jeffrey van Assen is? Nou, onder andere uiteraard. Toen Groenendijk het overnam ging het natuurlijk ook stukken beter. Maar ik denk echt wel dat het belangrijk is dat je... Ja, weet je, je ziet teams die dan allemaal vreemdelingen... Twente, die halen allemaal buitenlanders. En Roda heeft dat jaren gedaan. Ja, ik blijf er toch bij dat je het gewoon lekker bij ook goede Nederlandse spelers moet houden. En heeft Den Haag een paar van die gekke buitenlanders gehad die ze er dan bij namen. Met Bulekin en zo. Dus, dat doet ook goed. Ja, dat is altijd wel leuk natuurlijk. Maar af en toe, zoals nu die Johnson, dat is dan een verrassing. Ja, maar volgens mij heb je best wel veel te danken aan Jeffrey van Assen. Want die heb jij toen teruggehaald, ook van Groningen, naar NAC, hè? Ja, die heeft mijn eerste al van RBC. Ik heb nog bij Weilen RBC gespeeld. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. En die heeft me toen als technisch directeur samen met Ernest Stewart naar NAC gehaald. En toen is mijn carrière wel een beetje, zeg maar, in het... in een vaartje gekomen. Dus Jeff.
Bedankt nog, hè. Hey, Jeffy van Assen heeft gewoon jouw carrière gemaakt. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Hij heeft dit huis zo'n beetje, zo Jeff dus uiteindelijk. Jeffy, bedankt, hè. Hey, maar je hebt er ook dan dus met De Graaf gevoetbald. Had je al verwacht dat hij trainer zou worden? Nee, eigenlijk niet. Nee, Ed, Ed hield wel van een geintje ook. Die was altijd wel... En was ook wel serieus, hoor. Maar niet zo op het eerste ogenblik dat ik dacht van... Die wil trainer worden, maar... Ja, het was ook mafkees. Echt, ja? Wat dan? Ja, ook echt aangenees, toch? Zoetermeer, volgens mij. Grote bek? Ja, absoluut. Maar met een hoge stemmetje van hem. Ja. Ja, dat was een wereldtijd. We hadden zoveel leuke spelers toe. En Van der Leegte en Reuzer en allemaal normale Nederlandse jongens. En ja, dat, wat ik net al zeg, dat is echt wel belangrijk in een team, hoor. En ook als assistent nu Ed, die natuurlijk ook een beetje voor de sfeer zorgt. Ja, zo'n iemand moet je er ook bij hebben. Dus... Ja, het verbaast mij niet dat ADO het op dit moment zo goed doet. En hoe kijk je dan naar ADO Den Haag dit seizoen? Want ze doen het goed, zei je net. Ja, leuk. Echt, ze spelen volgens mij ook heel simpel en naar hun kwaliteiten. Ja. Wat ik net al zeg, met een vaste groep. Ja, en ze hebben gewoon een paar leuke spelers lopen. En ja, ik hoop wel dat er nog wat jonge jongens zoals die Goppel nou, dat die zich kan doorontwikkelen. Ja. Dat ze ook eens een speler kunnen verkopen, hè, dat het wat geld oplevert. Ja. Ja, ik vind het gewoon leuk om te zien. Een club die volgens mij gewoon sympathie heeft, ook wel een beetje in Volendam. Hè? Doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Ja. Volgens mij is het in Den Haag ook. Nou, dat is hier ook. Dus ja, ik vind Den Haag een leuke club. Hey Kees, en natuurlijk de hamvraag. Het is oh zo belangrijk. Ik hoop er zo op. Komen. Gaat ADO Den Haag de play-offs halen? Je kan je nu onsterfbaar maken in Den Haag. PSV thuis, hè? En Roda uit. Ja. Roda, kom op. Ja, Roda uit, die gaan dan na-competitie spelen. Dus die laten hem lopen. Ja. Dus een puntje nu tegen PSV en dan winnen van Roda. Ja, dan zijn ze er, denk ik. Met jou kan ik praten, Kees. Ja. Dus ADO Den Haag gaat de play-offs halen. We kunnen rustig slapen. Ja, je kan gewoon... Het gaat helemaal goed komen. Hey Kees, dankjewel, man. Graag gedaan. Hey, top. Doei.